Hierbij verklaar ik dat de NS Publieksprijs voor het Nederlandse boek 2008 wordt toegekend aan de overgave van Arthur Japin. En dit is een soort publieksfeest. En ik weet niet hoeveel, ik geloof 48.000 mensen hebben gestemd. En dat is anders en dat merk je. Dat merk je bij de lezingen, dat merk je op straat zelfs. Mensen die je aanspreken van nou, ik heb gestemd, ik ga stemmen. En ze vertellen je waarom, dus je hebt heel direct contact met die lezers. Chauffeurs van Connection rijden niet langer door de wijk Oosterwei. Aanleiding voor deze weigering is een incident waarbij een collega onder bedreiging van een mes zijn wisselgeld af moest staan. Wat dacht u toen u dat hoorde? Er is weinig veranderd. En eigenlijk wordt het ook steeds erger. Als je in Amsterdam, bij wijze van spreken, een collega in nood hebt, dan komt er een signaal en dan staan er voor je het weet staan er 10 wagens eromheen. Dat zou met chauffeurs ook moeten gebeuren. Ik denk dat er open, laten we zeggen, spreekverbindingen zouden moeten zijn vanuit de bussen, vanuit de trams naar meldkamers van de Nederlandse politie. Wat is een spreekverbinding? Wat moeten we dan daarbij doen? Dat je op een knop hoeft te drukken en dat er in de meldkamer iemand je hoort. Wijs nu iemand aan die vanuit de politie, die zich permanent met dat vraagstuk bezighoudt. Wie moet dat doen? Wie moet dat aanwijzen doen? Een veelbelovende, wie het aanwijst, dat moet de Raad van Hoofdcommissarissen. Ja, meneer Lanting. Hartelijk welkom. U bent een van de beroemdste fotografen van de wereld, vooral als het gaat om natuur. U gaf een presentatie bij de officiële inwijding van de deeltjesversneller in Genève. Mm-hmm. Wat hebben uw foto's te maken met een deeltjesversneller? Mensen van CERN hadden een uitvoering bijgewoond van onze muzikale voorstelling van het LIFE-project in Italië. En die dachten dat het iets kon toevoegen aan de officiële ceremonie die daar in Genève plaatsvond om die deeltjesversneller daar officieel te openen. Wat is dat LIFE-project? Het LIFE-project gaat over de ontstaansgeschiedenis van het leven op aarde. Maar ik heb dat geprobeerd op een hele lyrische manier in beeld te brengen en wetenschap en natuur tezamen te brengen. Het zijn ideeënkrabben die me voor het eerst op het idee brachten dat je echt die wordingsgeschiedenis in beeld kon brengen. Want die beesten die doen nog steeds precies hetzelfde wat ze al meer dan 100 miljoen jaar doen. Wat maakt een foto tot een echte Lanting-foto? ik denk dat het in esthetisch op een bepaald soort esthetiek in moet zitten. Ik probeer dingen terug te brengen tot iets heel grafisch. Tegenwoordig moet je mensen heel snel kunnen bereiken. Want iedereen is omgeven door allerlei visuele en andere impressies. Maar er moet ook een inhoud achter zitten. Die oppervlakkige schoonheid waar de meeste natuurfotografen zich druk om maken, dat is voor mij alleen maar een voordeur om mensen mee te nemen naar een verhaal wat daarachter ligt. Bericht gisteren over twee neonazi's, skinheads, die plannen hadden om heel veel mensen te vermoorden. Ik geloof 102 mensen. En als klap op de vuurpijl ook nog de kandidaat. Ja, en een aantal zwarte Amerikanen ook te onthoofden, was die. Ja. Althans, dat hadden ze. Zorg je van dit soort berichten gisteren? Ja en nee, je schrikt ontzettend, want je moet er niet aan denken wat er ook met Amerika gebeurt als dit zou gebeuren. We hadden het net over, jij woont in Amerika, ik ook. En ik zei van, dan vliegt het land in brand. En jij riep van, ja, dan is de ramp niet te overzien natuurlijk. Ik heb het idee dat de Amerikaanse media heel terughoudend zijn. En ook van, mocht zoiets gebeuren, dat ze ook absoluut niet het verwijt kunnen krijgen. Van, jullie hebben er zo over zitten overdrijven. Dat misschien is het wel van deel jullie schuld. Nou ja, we zagen bijvoorbeeld vorige week dat dit Joe de Plumber, hè, dat het van die gesprekken op straat. Ja, dat hou je gewoon niet tegen. Of hij gaat donuts ergens eten. En dat is ook voor een deel de attractie natuurlijk van zo'n campagne. Dat je letterlijk heel dicht bij die kandidaten kunt komen. Ik heb het zelf vaak gefilmd. Arthur Japin, we hebben het al een paar keer aangekondigd. Het is flauw om het zo te zeggen, maar het is een hoofdzaak eigenlijk waar we het over gaan hebben. Namelijk over een afgehakt hoofd van koning Badu Bonsu. De tweede. Ja. De tweede. En die zou niet te verwarren. Nee. Waar bevindt het hoofd zich? Het hoofd bevindt zich op dit moment in een donkere kast, denk ik, in Leiden. En eens stond het hoofd daar en dan kan je de man aankijken. En dan zie je gewoon een mens met een ringbaardje, ogen dicht alsof hij slaapt. En tot hier in het glas. En ik eens dacht ineens, nee, dat is niet goed. En vorige week sprak ik met uw voorganger, uw opvolger, meneer Welte uit Amsterdam. En die zei, nou, vanuit mijn vakgebied zou ik zeggen, gewoon stelen dat hoofd. Ja. Gewoon man naar uw hart. Tijdens, ja. Wat jij niet weet is dat wij zijn geweest
naar de waarnemend ambassadeur van Ghana... en gevraagd hoe hij over die zaak denkt. En kijk even mee. Ik ben benieuwd. The head of the late chief Badu Bansu should go back to Ghana for burial. Without the burial of the head, the deceased will be hunted in the afterlife. Er is nu een officieel verzoek, kun je zeggen. Ja. Ja, jullie hebben altijd, als ik hier ben, een leuke verrassing. Ja. En dit is inderdaad precies wat ik had hopen te bereiken.